Het verkeer op de kruising Kwattenweg, Washingtonstraat en de Kernkampweg is vanaf vandaag afgesloten en middels verkeersborden omgeleid. De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM zal tot en met 18 november werkzaamheden verrichten aan het leidingnet. Het kruisingsvlak zal worden opengebroken en dus niet begaanbaar zijn. De weggebruikers kunnen hun bestemming bereiken via de volgende wegen. Voor verkeer komende vanuit het westen wordt voorgesteld te kiezen voor de Kwattenweg via onder andere de Tweede Rijweg, Johannes Munkrastraat, Kernkampweg of de Kwattenweg. Voor verkeer komende uit het oosten wordt voorgesteld te kiezen voor de Van het Ziegastraat via de Sofie Redmondstraat, Vluestraat, Margaretalaan, Kuldiepsienstraat, Kwattenweg of Kernkampweg. Voor verkeer komende vanuit het noorden wordt voorgesteld te kiezen voor de Kwaranistraat of Amazonestraat via de Napelstraat, Munderweg, Kwattenweg of Kuldiepsienstraat.